is vrijdag 1 juli en 8 uur en dat betekent een nieuwe aflevering van EK Daily. Met vandaag op de bank Kees Kwakman, Michiel Kramer en Pieter Zwart. We gaan natuurlijk uitgebreid met hun hebben over de kwartfinale wedstrijd van onze Zuiderburen tegen Wils. Anne komt voorbij met een vraag uit de Simpel EK Daily quiz. Adel gaat jullie helpen met voorspelling van de wedstrijd van vanavond. En we sluiten de dag af met Andy van der Meijden. En welkom bij EK Daily, aflevering nummer 22. En ook vanavond gaan we lekker een uurtje praten over het EK voetbal in Frankrijk. En vanavond doe ik dat met de volgende drie gasten. Kees Kwakman, Pieter Zwart en Michiel Kramer. Welkom mannen. Gisteren neem ik aan, Kees, enorm genoten van Polen tegen Portugal. Jij als voetballiefhebber. Nee, helaas niet. Het begin was nog veelbelovend, hè, met die vroege goal. En Portugal ging toen gelijk op jacht naar de 1-1. En die viel en toen waren ze er ook gelijk klaar mee. Dus... ja, het was... Heb je wel afgekeken? Ja, uiteraard, ja. Hoe is dat voor jou, Pieter? Ja, ik had ook afgekeken, maar ja, je zag wel dat het al heel snel richting penalties ging, omdat eigenlijk beide ploegen wilden geen risico nemen, dus... ja, zonde. Ja, het is voor de toeschouwers niet zo leuk. Nee. Michiel, ben je nou eens iemand die tijdens zijn vakantie en nu in de voorbereiding elke wedstrijd gaat kijken? Nee. Nee? Totaal niet, nee. En gisteren? Gisteren heb ik wel die wedstrijd gezien. Goh, lekker kwartfinale. Ja, en dat viel even tegen. Maar dat maakt niet uit. Weet je, dat soort wedstrijden zitten er best wel vaak tussen nu, dit EK. En ja, weet je, het is meer resultaatvoetbal geworden dan echt aantrekkelijk voetbal. Dus ja. Kan je daarin in vinden, zelf als voetballer? Is dat voor jou iets makkelijker dan voor ons als liefhebbers? Ja, ik denk het wel. Maar dat zal Kees ook wel hebben. Ik denk op het moment dat je in een wedstrijd speelt waarin je weet dat de tegenstander beter is, ja. Ga je dan als een gek aanvallen? Ja, dat lijkt me niet. Nee. Maar ik heb niet het idee dat er nou tegenstanders zijn geweest die elkaar nou echt overlopen in dit toernooi. Dus ja, het is maar net waar je voor kiest. Ja, is dat een beetje ook de conclusie tot nu toe, Pieter, dat het realisme hoogtij viert? Op dit toernooi zeker, ja. Je merkt eigenlijk alle kleine landjes, behalve denk ik Tsjechië, die hebben echt geprobeerd om aan te vallen. Nou, dat ging ook niet zo lekker. Maar bijna alle andere kleine landen die hebben gewoon geprobeerd gegroepeerd te verdedigen en niet te veel weg te geven. En nou, sommigen zijn er ver mee gekomen, dus ja, je kunt ze misschien niet helemaal ongelijk geven daarin. Nee, Portugal, hallo, 5 keer gelijk spelen en ze zijn in de halve finale op een EK. Ja, we zeiden het hier vorige week voor de gein volgens mij. Van die gaan gewoon alles gelijk spelen in de finale halen en dat kan ook gewoon nog. Ja. Ja, niet verliezen. Dat is ook een manier blijkbaar om er te komen. Ja, we spraken gisteren met Gregor van Dijk. Die ging lekker in een kroegje de wedstrijd kijken. Kleine oogjes, Gregor, naar het feest gisteravond. Oh. Nee, het valt mee. Ja, we hoorden je heel slecht. De verbinding is heel slecht. Maar hoe heb je het beleefd gisteravond? Zoals je zegt, in de kroegje. Maar dat was vrij rustig. Het was natuurlijk een vrij slechte wedstrijd. Dus ze zijn hier ook niet altijd enthousiast, moet ik zeggen. Nee, maar is het nu wel de dag daarna dat ze nu er echt in gaan geloven dat je nog 2 keer gelijk spelen en dat je een Europese kampioen bent? Ja, nou, ze zeggen eigenlijk meer, stel je voor dat we goed gaan voetballen. Het houdt niet over. Maar goed, ze weten dat het nog wel mogelijk is. Hè? Wat je zegt, 2 wedstrijden. Dus het kan zomaar. Ja, wie was voor jou de uitblinker gisteren aan Portugese zijde?
Ja, nou, ja. Voel je er een uitblinker bij zitten? Nou, we hadden, daarom zei ik het tegen, we hadden het gisteren eigenlijk in ons Skype-gesprek over, een 18-jarig supertalent, dat misschien wel de nieuwe leider zou worden van Portugal. Die stond wel op, toch? Ja, nee, Renato Sanches is natuurlijk een talent, goede speler. Maar ja, ook hij was gisteren denk ik niet goed. Mijn mening over het toernooi is dat Pep is op dit moment de beste speler aan de Portugese kant. En dat zegt eigenlijk wel voldoende. Ja. Maar goed, aan de andere kant, hè, je kan heel kritisch zijn op het Portugese team. Ze staan in de halve finale. Ja, nee, en daar zijn ze ook heel blij mee. En ja, tegen de ploegen, de vanuitgaande dat ze tegen België komen te spelen, dat ze dat meer ligt dan de andere ploegen waar ze tot nu toe tegen hebben gespeeld, waar ze het spel moesten maken. Ja. Dus het zou zomaar kunnen. Ja, nou, we gaan het in ieder geval meemaken. Zij spelen woensdag voor mij tegen elkaar, toch? Woensdag, ja. In ieder geval wie ook de tegenstander wordt van Portugal. Laten we dan weer even met je skypen. Dank in ieder geval voor je tijd, Gregor. Oké, fijne avond. Groetjes. Ja, Renato Sanches, 18 jaar. Hij speelde dan misschien niet goed, maar was wel een van de hoofdrolspelers gisteren, Kees. Nou ja, goed, hij maakte goal en hij was zeker de eerste helft wel degene die steeds probeerde het gaatje te zoeken in de opening. En hij werd daarna aan de zijkant weggestopt door de coach. Ja, dat kwam zijn spel ook niet ten goede en het spel van Portugal ook niet. Maar ja, ik was blij dat ik even iets... Want hij was een paar keer ingevallen. En ja, je zag nu wel wat... Of hij echt zoveel geld waard is. Oké, dat betwijfel ik dan. Ja. Maar goed, ze zullen niet gek zijn bij Bayern. Michiel, als jij 18 jaar was, dat ben je natuurlijk geweest, tijd terug. Had jij dan die pingel ook zo genomen? Had je gezegd, nou trainer, ik neem hem wel. Ja, hij schoot er wel zelfverzekerd in, moet ik zeggen. Dus dat, ik zou hem wel willen nemen, maar ja, dan is het maar net de vraag hoe je dat natuurlijk, hoe je met die druk omgaat en hoe je die penalty neemt. Maar ik heb altijd het idee, als je een penalty goed inschiet, dan is vaak... Ja, je hebt hem goed inschieten, maar dit was het echt... Hè? Iedereen dacht vooraf 18 jaar. Pieter, jij hebt hem waarschijnlijk wat vaker zien spelen, Renato Sanches. Ja, een aantal keer. Denk ik niet veel vaker dan de meeste mensen. Zijn er dus wedstrijden voor Benfica die ik mis. Ja, ja die mis jij zelfs ook als. Soms, maar, ja. Maar verbaas je over hoe belangrijk hij dan gelijk is voor zo'n ploeg als hij op zo'n positie erin komt? Ja, nou ja, zeker. Maar tegelijkertijd, het is natuurlijk ook wel een jongen waar wat van uitgaat. In de zin dat hij een individuele actie heeft als een van de weinigen dan op zo'n middenveld. En dan val je natuurlijk ook wel snel op tussen al die andere spelers die staan. Ja, klopt. Het is wel heel bleu hoor. Die João Mário, en die andere die nu erin stond, die Silva. Dan val je ook wel op als je inderdaad een paar mooie... En hij trok het spel ook wel naar zich toe hoor. Dat was leuk om te zien. Ja. Maar ja, het is de tijd dat Portugal met mooie middenvelden speelde, die is er niet meer. Nee. Kijk jij nou ook meer naar spitsen dit toernooi? Of nee, niet specifiek, nee. Maar dat heb ik nooit gedaan ook hoor. Nee. Dus dat, ik kijk gewoon naar of het een leuke wedstrijd is, ja of nee. Ja, want er zijn natuurlijk heel veel berichten vandaag in de pers over Milik. Dat vanuit Italiaanse media dat Juventus hem graag wil hebben. Ja. Hoe heb jij hem dit toernooi gezien? Wat vond je van hem? Ik zeg heel eerlijk, ik heb hem denk ik maar 1 of 2 wedstrijden van hem gezien. En dat is de ene waarin hij de goal maakte. Ja, nou, tegen Noord-Ierland. Dat was een goede goal, ja. En eigenlijk gisteren dan. Maar ja, meer heb ik hem eigenlijk ook niet gezien. En, ja. Volgens mij doet hij het wel oké, maar ja, meer ook niet, volgens mij. We hadden misschien van tevoren misschien wel meer verwacht. Ook niet alleen van Milik, maar ook van Lewandowski. Hè? Gisteren kwam bij Lewandowski er ineens eruit. Hè? In de eerste 5 minuten. En er was nog een fantastische aanval. Maar die jongens, die gasten, die moeten ook gewoon op de middenlijn. En zelfs verder moeten ze ook mee verdedigen. Ja, als je dan naar de goal moet, moet je gewoon nog 60 meter volle bak. Hè? Is dat het grote verschil dan bij spelen bij je ploeg en bij je land? Denk ik wel, maar sowieso bij Bayern denk je dat je eigenlijk rondom de 16 en in de 16 altijd speelt. Dus ja, dat is denk ik ook wel echt zijn power. Maar ja, om nou constant vanuit de middenlijn constant maar die 16 te komen, ja, dat kost natuurlijk zoveel kracht. Ja, dan... Denk ik ook niet dat je soms het niveau kan halen wat je bij hem wel kan halen. Dus ja. Ja. Mee eens, Pieter? Ja, ik denk dat dat klopt. Nou, hij is ook heel weinig in stelling gebracht dit toernooi. Ik geloof dat hij zelfs in de eerste wedstrijd tegen Noord-Ierland dat hij geen enkele keer geschoten heeft überhaupt. Dus ja, dan krijg je ook eigenlijk niet de kans die wel bij Bayern natuurlijk iedere wedstrijd krijgt. Hij krijgt natuurlijk ook betere ballen daar. Dus dat is altijd lastig. Hè? Ja, het was wel grappig tegen die vorige wedstrijd tegen Zwitserland. Had hij op een gegeven moment een bal en toen speelde hij hem af naar de zijkant. En normaal bij Bayern speel je hem dan naar Ribéry of Robben of wie daar staat. En nu die gozer die kreeg hem en die gaf hem eigenlijk meteen weer terug. Zo van ja, doe jij het maar. En dat is hij natuurlijk niet gewend, wat Pieter zegt. Daar positioneert hij zich dan voor de goal en wordt hij in stelling gebracht. En dat was nu gewoon
te weinig. Maar hij was ook gewoon niet in vorm, hoor. Hij ook ballen van zijn voet af. En voor Milik eigenlijk voetballend beter dan Lewandowski dit toernooi. Maar Milik miste eigenlijk weer veel kansen. Ja. Waar hij bij Ajax voetballend juist nooit zo opviel, en maar wel scoorde. Was het nu, vond ik hem nu redelijk balvast. Gisteren ook de eerste helft. Maar de kansen die hij kreeg, heeft hij niet benut. Nee, als je kijkt dan naar Portugal, dan maak je de winnende penalty. De vijfde penalty. En er is heel veel, ik heb heel veel gelezen in kranten in Portugal, maar ook in Spanje bijvoorbeeld. Het juichen daarna. Is het not done in de voetbalwereld dat als jij de vijfde scoort en de keeper heeft er één gestopt, dat je dan voor jezelf gaat juichen en niet naar de keeper loopt, Michiel? Ja, weet ik niet. Je zag het ook, hè? Die verdeelt even die Portugezen. Ja, hij liep eens eentje links en de keeper stond rechts. Ja, maar volgens mij waren er ook maar drie man die bij hem waren. Ja, de rest was allemaal, allemaal aan de andere kant op. Nou ja, volgens mij is het in emotie, in een euforie die je hebt op dat moment dat je dan... Want eerst stond hij heel erg zo van, nou jongens, kom maar naar mij toe. Toen kwam er niemand. En ging hij ineens rennen. Ja, dan zou ik wel spelen denken, ik krijg de goden raad, dan ga ik niet achteraan lopen ook. Ja. Ja, het is wel zo netjes om naar de keeper te lopen. Zelfs als de keeper niet gestopt heeft, dan loop je toch naar de keeper en dan komt iedereen daarna naar de keeper. Nou moet je hier ook geen groot probleem van maken, maar als de keeper er ook nog eens eentje stopt, dan is het wel zo netjes om hem ook even... Ja, over keeper gesproken. De keeper van Polen heeft 10 penalties om zijn oren gehad en in die één gestopt. Ja, ze gingen wel allemaal de goede hoek in, moet ik zeggen, de keepers. Dus dat scheelt ook weer. Die was wel redelijk gefrustreerd, denk ik, na afloop. Ja. Ja, hij werd al vergeleken met Jasper Cillessen. Maar goed, zit hier iemand op de bank, dan kunnen we het maar beter niet over Jasper Cillessen hebben. Ja, Pieter Zwart. Vernietigend stuk geschreven ooit op Kattenartje over. Laten we het dan hebben over de wedstrijd van vanavond. België-Wils. Ja, ik durf bijna niet meer tegen jou te zeggen, Kees. Want elke keer als ik tegen je zeg, hey, vanavond gaan we ervoor zitten. Dit wordt echt een hele leuke wedstrijd. Dan krijg ik of boze sms'jes, of dat Kees eerder weggaat. Of dan zit hij nou. Of boze tweets, ja. Ik ben er bang voor. Wales gaat, denk ik, inzakken. En dat wordt België moet het spel gaan maken. En ik zei net hopen dat België snel voorkomt voor de wedstrijd. Maar ja, dat laten we het hopen. Ja, laten we het hopen. En iemand die zeker zijn enthousiasme over kan brengen op is Jeroen Gruter. Doet straks verslag van die wedstrijd. Wales België. Goedenavond, Jeroen. Hoi jongens, goedenavond. Goedenavond. Wij zijn een beetje bang om heel enthousiast te gaan worden over dit duel. Vaak heel hoge verwachtingen gehad van bepaalde wedstrijden. Die zijn niet uitgekomen. Waarom wordt vanavond wel echt een leuke wedstrijd, Jeroen? Ja, ik vind dat je sowieso altijd in moet gaan met de gedachte dat het een goede wedstrijd gaat worden. En dan kun je altijd wel zien wat er gebeurt. Ja. Heel goed. Ik heb trouwens een enorm vervelende retour, dus ik weet niet of iemand die er vanaf kan halen. Want ik hoor mezelf niet graag praten, zoals heel veel mensen trouwens. Ja, dan gaan we even naar kijken. Laten we het even over de wedstrijd van vanavond. Voor mij zijn de opstellingen net bekend. Nu val je helemaal weg, maar het eerste wat ik hoorde was laten we kijken naar de wedstrijd van vanavond. Nou, weet je wat ik gewoon doe? Ik ga even een verhaal vertellen over de opstelling van Wales. Wales in de opstelling zoals ze die hadden verwacht. Dus met Bale, met Ramsey, met Ladley. En voorin speelt Robson Cano, dus samen met Bale. En de grote problemen lagen natuurlijk bij België achterin. Door de blessure van Vertonghen en de schorsing van Vermaelen. Nou, dat is opgelost met De Naier en met Jordan Lukaku. Wat dat betreft wordt er toch een risico genomen door Wilmots. Hij brengt niet zijn meest ervaren bankzitterverdediger Simon. Maar hij kiest voor De Naier naast Alderweireld. En Lukaku, ja, is heel aanvallend. Speler van Oostende. Die zal toch wat meer vanuit zijn taak moeten gaan voetballen in deze wedstrijd. Het is een tricky wedstrijd natuurlijk voor de Belgen. Omdat van hun wordt verwacht dat ze het spel gaan maken. Omdat ze meer kwaliteit hebben. En Wales is natuurlijk heel erg goed. Het afstoppen van tegenstander en reactievoetbal te spelen. Maar met zo'n gehavende verdediging moet je oppassen dat je niet veel ruimte gaat weggeven. Dus een hele belangrijke rol, denk ik, weggelegd op het middenveld voor Nengolan en Witzel. En het is ook belangrijk toch om te zeggen dat Hazard speelt. Die wil heel graag meespelen. Maar ik ben bang dat ze dat toch een risico mee nemen. Omdat hij een blessure heeft, kleine spierblessure. Maar hij heeft nauwelijks getraind. Dat is altijd een slecht voorteken. Hij wil zo graag. Ik ben bang dat hij zichzelf voorbij loopt. En misschien wel binnen de kortste keren geblesseerd raakt in de wedstrijd. Oké, ja, want hij heeft zelf gisteren gezegd, ik ben fit. Ik ga spelen. Dat zou ook misschien komen naar zijn glansrol in de vorige ronde tegen Hongarije. Kijkend naar wat er allemaal buiten het stadion is gebeurd. Ze waren een beetje bang dat het overspoeld zou worden dan meer dan 100.000 Belgen. Is dat uitgekomen in Lille? Juist.
Ja, dat geloof ik wel. Ik heb zelf ben ik naar het Grote Plein gegaan. Dat was echt geweldig om te zien wat daar allemaal aan de hand was. Heel veel mensen. Goede sfeer, Welshmen en Belgen door elkaar heen, liederen zingen. Nou, dat is precies zoals je het wil hebben. En ook rond het stadion ongelooflijk veel rood. Ja, dat is toch iets van de laatste jaren. Dat mensen zonder dat ze kaartje hebben toch afreizen naar de plek waar het allemaal gebeurt. Om het daar dan mee te beleven. Fanzone ging al heel vroeg open. Daar heb ik beelden van gezien met de helikopter. Een uur of twee geleden was afgeladen vol. Dus in de stad wordt er ook massaal gekeken. En nou ja, bijzonder. Dat hoort erbij. Rijssel, Lille ligt natuurlijk heel dicht bij de Belgische grens. Dus het is makkelijk om hier naartoe te komen. Mooi. Wat verwacht je van deze wedstrijd? Ja, misschien niet de juiste man om het aan te vragen. Gezien je EK-pool. Ik zie Kees Kwakman inmiddels weer heel hard lachen. Ik hoor helemaal niks meer nu. Ja, dat zou ik ook zeggen. Het ging over voorspelling. Nou, dat scheelt weer. Ik weet niet of jullie mij nog horen. Dan hoeven we ook niet te praten over voorspellingen en die verschrikkelijke pool van Kees. Daar gaan we het gewoon niet over hebben. We gaan gewoon kijken naar een wedstrijd. En laten we nou gewoon eens uitgaan van een hele goede wedstrijd. Okay. En ik ga gewoon verder met mijn voorbereiding. Want ik moet een paar dingetjes doen. Ik hoop dat je ons hoort. Dankjewel voor je tijd. En tot de volgende keer. Dankjewel, Jeroen. Ha, hij weet inmiddels wel hoe het gaat. Hij mag geen heerlijk zijn verhaal vertellen. Dat doet hij ook gewoon. En als dan zijn voorspelling komt, dan, dan kapt hij het nu maar tegenwoordig af. Ook wel lichtelijk terecht, denk ik. Gezien zijn positie. Ja. Doe jij eigenlijk mee met de EK-pool? Nee. Waarom niet? Heeft Kees, heb jij nou niet gewoon even Michiel opgebeld? Ja, hij heeft mij wel een berichtje op Twitter gestuurd. Hoe noem je dat? Kees Kwakman weer met zijn EK-pool. Maar Jens deed het natuurlijk ook. Dus ik wist het niet. Jens doet het ook lekker, ja. Ja, doet Jens niet lekker? Nee, niet goed, nee. Nee, niet best. Hey, het verhaal... Oh, kijk eens. Ach, jongen. Zou je hebben? Ja, ik heb nog afgesproken met die jongens hè, van de regie. Kijk, hier zit niet die EK-stand. Maar vooral, vertel maar even je verhaal. Je staat nog steeds bovenaan. Ja heel goed. 47ste inmiddels ook, overal. Goed, hè? Mooi, man. Jens Toorstra. Niel is aan het zakken. 15e, godsamme. Is wel even lekker, hè, Jens? Lekker. Ja. Even kijken, nog meer bijzondere dingen. Weinig veranderingen. Freek Jansen, nog redelijk, hè? Ja. Voor iemand met zo weinig voetbalverstand is best knap. Dat zeg jij, dat zeg ik niet. Nee, maar het is mooi dat hier van tevoren werd gezegd... Ja, als je bovenaan een EK-pool staat... Ja, dat is of door een vrouw of iemand die helemaal niks met voetbal heeft. En Kees, jij staat inmiddels voor mij van de 22 dagen, 21 dagen bovenaan. Ja, ik ben, ik deel die mening ook altijd wel. Maar vandaag, Kees, eigenlijk? Vandaag heb ik tot nu toe 1-2, maar dat kan je nog veranderen, hè? Tot vlak voor de aftrap. Dus ik wacht nog even tot Pieter aan het woord is geweest en dan weet ik alles. Ja, want Pieter, je hoorde het verhaal net van Jeroen Gruter waar de Belgen voor op moeten passen. Je hebt voor mij wat illustraties van België waar ze voor op moeten passen. Ja. En wat Wils gaat doen mochten ze voorkomen. Wat ze in voorgaande wedstrijden dus natuurlijk meerdere malen is gebeurd. Ja, dat klopt. Ja, dit is eigenlijk waar België voor moet oppassen. Het is die tweede wedstrijd die ze gespeeld hebben in de kwalificatiecake. Ze hebben ze twee tegen elkaar gespeeld. Eerste wedstrijd werd 0-0 in België. Toen speelde Wales nog 4-4-1-1. En daarna zijn ze geschakeld naar 3-4-2-1 of 3-5-2. Ja. En hier speelden ze zeg maar zo met afmaakten. Ja, toen kreeg je een situatie waarin ze met steeds meer mensen eigenlijk al in de eerste helft voor de bal gingen lopen. En dan tegen counters aanlopen met een beel op snelheid. En dan dit soort 4-6 situaties. En dan heb je misschien nog het geluk dat ze niet over zoveel voetballend vermogen hebben... dat ze het elke keer ook goed uitspelen. Ja, dat klopt. Je hebt Bale en Ramsey, die kunnen natuurlijk uitspelen. De rest heeft natuurlijk niet helemaal die kwaliteit. Maar dit is zeker met een verdediging die niet helemaal goed ingespeeld is. Nu bij België is het heel belangrijk dat die andere spelers in ieder geval goed in posities houden... zodat ze niet tegen dit soort counters aanlopen. Ja, als we naar die andere illustratie gaan kijken... Ja, dit is eigenlijk hoe Wils dit toernooi ook kennen. Ja, zo heeft Wils eigenlijk het hele toernooi ook gespeeld. En dat komt ook omdat ze in alle drie de groepswedstrijden... zijn ze heel snel op voorsprong gekomen tegen de tegenstander die eigenlijk wilde winnen. Dus die tegenstanders gingen ook steeds meer risico's nemen. Die werden een beetje onrustig. Ja, die allemaal aanvallende wissels, et cetera, et cetera. En dan krijg ik, dit is Wils... 10 man eigenlijk allemaal gegroepeerd rondom het eigen strafschopgebied. En dan Bale is in dit geval, of ik weet niet of in dit geval staat Bale nog achter. Soms is ook Robson Cano nog in zijn eentje voorin. Ja. Dan hebben ze één iemand voorin. Nou, en dan zodra je hier dan de bal verovert en Bale die gaat sprinten.
Ja, ik denk dat ik als verdediger niet blij was als ik met 50 meter in mijn rug een sprintduel heb met Gareth Bale. Nee, maar dat hebben we ook een paar keer in Spanje gezien. Hè? Dat was bij Real Madrid voor mij tegen Barcelona. Ja, als hij eenmaal gaat rennen, dan is die Bale absoluut niet meer te stoppen. Hoe Pieter dit nu uitlegt, kijk jij nu ook als voetballer zelf ook tactisch naar dingen of wil je gewoon genieten? Ik wil eerst gewoon genieten, maar... Ik denk dat Michiel nu denkt aan die ene spits van Wales die nou nu eens eentje op de middenlijn staat. Ja, dat voel je heel beroerd hoor, als je daar spits zijn. Ja, echt. Dat is... Nee, maar weet je, tactische gedeelte, dat als ik naar voetbal kijk, dat laat ik dan maar voor wat het is. Jij bent er anders in, hè, Kees? Ja, kijk, nou, maar Kees is dat al geweest vanaf zijn 18e, man. Die was altijd al bezig met voetbal. Weet je dat ook wel gek soms van Kees met zijn tactisch gelul? Ja, trainers werden wel eens gek. Ik was toen nog vrij jong, hè, dus ik zei niet zo heel veel. Dus, nee, ik was toen ook jong, toen die tijd bijna. Maar jij was 18 en toen ging je al tegen het trainers kunnen wij niet... Nou ja, wel. Oh ja, en dat was af en toe vrij vervelend voor trainers. Maar ik denk dat je liever als trainer iemand hebt die zich ermee bemoeit en die ook vanuit de spelers iets durft te zeggen dan dat jongens zijn die niks durven te zeggen. Zo verdedig je jezelf altijd. Nou ja, en dan af en toe, dat geef ik ook toe, dan was het wel eens te veel. Nou, en dat kreeg ik dat ook wel te horen. Ja, bij wie ging je altijd te veel? Bij iedereen deed ik hetzelfde, ja. Maar Maaskant was er af en toe wel eens gek van en dan... Dan zei hij, ja, je zoekt weer problemen, je bent weer problemen aan het zoeken. Want dan zei ik, ja, maar wat nou als die doorkomt? En zo dacht ik dan. En dat is wel een mindset die een beetje veranderd is. En ja, ook als je wat ouder wordt, dan doe je dat. Maar kijk, als het zo staat, dan valt het wel heel erg op, weet je. En zeker dit toernooi heb je dit heel vaak gezien. En ja, ik volg Pieter ook. Dat vind ik gewoon interessant om dat soort dingen te lezen. Wie is bij Feyenoord nou? Wie is de Kees Kwakman van Feyenoord? Die altijd zegt, maar trainer. Nou... Ja, dat zeg je wel wat. Of heb je eigenlijk niet zoveel Kees Kwakmannetjes? Kuit is wel zo niemand. Ja? Ja. Die is wel echt bezig met tactiek. Ja. Maar is hij de enige of heb je ook eigenlijk jongens waarvan je het eigenlijk niet verwacht... die wel heel veel bezig zijn met tactiek? Kuit, Dirk, steekt er wel een beetje bovenuit, hoor. Er zijn altijd wel jongens die hier en daar wat zeggen, maar... Kenneth bijvoorbeeld ook. Die heeft ook wel hier en daar een aanwijzing, maar... Dirk is wel een Kees Kwakman, zeg maar. Zijn er eigenlijk veel Kees Kwakmannetjes in de voetbalwereld? Of valt het eigenlijk mee als je... We kennen er nog wel één. Wie dan? Tim Gillissen. Ja? Was die hetzelfde of was die eigenlijk nog wel erg? Nee, het voordeel van Kees vond ik, zeg maar, dat Kees gewoon normaal was. En hem vond ik gewoon een vervelend ventje, dus ja. Waarom was hij een vervelend ventje dan? Nou, omdat hij altijd in het positiespel ging zeggen in welk been die ingespeeld moest worden. Dus dat, ja, daar kan je, heb je niet zo'n goede bij mij aan. Maar dat was wel allemaal goed bedoeld hoor, van Tim. Tim was wel een goede gozer. Ja, zie je, dan krijg je dit, hè? Ze verdedigen elkaar. Hè? Nee, maar goed, ik snap. Michiel was toen natuurlijk heel jong en die dacht: laat mij nou gewoon lekker voetballen. En, daar is voor mij niks veranderd hoor. Nee, dat klopt, maar. En ik was toen niet zo. En het is echt niet zo dat als de trainer wat zegt, dat ik dan zeg: ja, maar trainer. Weet je, dat het elke keer dat is. Dat misschien dat beeld, dat is dan een beetje zo, maar dat is helemaal niet zo. Ik bemoei me er wel altijd mee, maar altijd op een redelijk normale manier. Ja, tenzij je er echt een potje van maakt, ja, dan moet er gewoon wat van gezegd worden. Ja, je lacht erom. Ben je eigenlijk wel een beetje gaan veranderen of ben jij nog dezelfde speler sinds jullie samen speelden bij NAC? Een keer beter dan hem vragen, toch? Nee, maar hoe jij over voetbal destijds dacht en hoe je nu doet? Nee, niet zozeer. Omdat je destijds bij NAC, nu speel je bij een topclub in Nederland. Wordt het er ook meer van je verwacht dat je meedenkt over hoe het gaat? Ja, maar ik denk dat dat wel automatisch gaat. Althans, bij mij gaat het wel zo, ja. Als ik wat wil zeggen, dan zeg ik dat. En als ik het... Maar over het meedenken zelf? Zeg maar ja, ook. Ja, als de trainer mij vraagt hoe ik dingen zie, dan geef ik dat aan. Maar, Wat is nou iets dat je vorig jaar hebt aangegeven? Dat je echt vond, weet je, dat echt anders moest? Hoe jullie speelden? Dat in omschakeling eigenlijk gelijk diepte moet gezocht moest worden. Omdat ik vrijwel eigenlijk altijd diep ga vanuit de omschakeling. Maar ja, dat werd niet altijd gezien. En daar heb ik wel eens aangegeven. En? Wat zei hij toen? Nou, dat is zeker waar. Maar kijk, als op het moment dat de tegenstander op de middenlijn staat, dus dat als wij verdedigen, ja, dan ligt er vrij veel ruimte. Nou ja, ik ben nog redelijk snel, dus ik kan het ook nog wel belopen. Dus ja, dan kan je best wel gevaarlijk worden. Dus weet je, dat was voor mij iets wat... wat dus bij jullie dachten ze in eerste instantie altijd eerst achteruit als ze balbezit houden. Ja. En jij zegt... Hoeft niet altijd, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar als jij 6 keer diep gaat, dan is het wel prettig als je dan 2 keer een bal krijgt, zeg maar. Dat is ook wel... Ja. Hey, als we nou naar Wils kijken, Pieter. Er is natuurlijk heel veel te doen om Gareth Bale. Maar is het eigenlijk meer dan Gareth Bale? Of... Nou, Ramsey is ook heel erg belangrijk, vooral ook in het voeden van Bale. Ik geloof dat Ramsey ook degene is die Bale de meeste ballen heeft gegeven dit toernooi. Dus die hebben wel elkaar ook nodig en die versterken ook elkaar in dit team.
En voor de rest, ja, bijna al die spelers spelen wel gewoon in de Premier League. En, of in de Championship, wat natuurlijk ook gewoon tegenwoordig een hele goede competitie is. Nou ja, weet je, dat is niet dat die gasten niks kunnen. Nee. Ze kunnen ook prima verdedigen. En die middenvelders en zo, ja, dat is gewoon allemaal prima middenvelders. Dus het is niet dat dit een of ander oekie-boekie-team is met twee gasten die toevallig goed kunnen voetballen. Nee, maar is dat dan de beperkte denkwijze van de Nederlandse media tot nu toe? Ja, dat weet ik niet in hoeverre dat het geval is. Maar bij bijvoorbeeld Championship merk je nog wel heel erg dat er in Nederlandse media zo over wordt gesproken van... Ja, tweede niveau in Engeland zal niet heel veel voorstellen. Maar ja, als je ook ziet wat voor Nederlandse spelers daar naartoe gaan... dat zijn gewoon basisspelers van subtoppers die kant op gaan. Ja, en die zitten daar dan soms gewoon op de bank. Dus ja, die redden het heel vaak niet eens daar. Ja. Ja, er zijn heel weinig jongens die daar dan ook spelen. Ja. Maar het is één ding dat zeker is, we kunnen het straks ook nog wel even kort over IJsland hebben. Het is wel eigenlijk identiek twee ploegen die een hele goede organisatie hebben. Gewoon heel strak in de organisatie blijven en hopen op dode spelmomenten. Ja, nou, bij hen natuurlijk twee vrije trappen die van grote afstand erin vliegen via Bill. En die andere goal tegen, die eerste goal tegen Rusland, dat was dan een moment dat ze heel stom de bal weggeven en dat ze meteen eruit komen op de counting. Ja, dat is wel lekker natuurlijk als je daar dan op voorsprong staat. Je kunt gewoon echt gaan inzakken met z'n allen. Ik denk als Wils dit toernooi een paar keer per ongeluk op achterstand was gekomen... dat het misschien iets anders was gelopen met ze. Ja. Want ze hebben geloof ik, de afgelopen 2 jaar zijn ze 7 keer op achterstand gekomen. Daar hebben ze alleen tegen Andorra omgebogen. En tegen Noord-Ierland zijn ze nog een keertje in de 90ste nu door een penalty op 1-1 gekomen. Die andere 5 hebben ze allemaal meteen verloren. Ja, dus. Hoe is het eigenlijk met je Noord-Ierse hart? Jij was voorzitter van Noord-Ierland geworden, van de fanclub hier. Ja, van de hier. Fanclub, van de coach. Ja, een hele goede coach. Maar hij heeft het goed neergezet tegen Wils. Alleen ja, dat heb je soms ook in het voetbal. Hè. Dat is een ongelukkig momentje dat uiteindelijk iemand in zijn eigen doel trapt. Ja, dan missen ze uiteindelijk toch. Ik bedoel, in tegenstelling tot Wils hebben zij niet die voetballers die Wils wel heeft, die extra kwaliteit hebben. En dat maakte dan uiteindelijk, denk ik, toch ook wel het verschil in zo'n onderlinge wedstrijd. Ja, maar je hart deed pijn. Nou, ik vond dat ze goed speelden tegen Wils. Want ze lieten Wils het spel maken. En toen zag je eigenlijk dat er heel weinig overbleef voor Wils. Nou, goed. Laten we kijken of hij een kans gaat krijgen trouwens. Hè? Want dat, daar open je ervoor dat hij een kans moest krijgen in de Eredivisie. Ja, hij zal in de Eredivisie geen kans krijgen. Maar trouwens, over kansen krijgen gesproken. Will Grigg. Gisteren zag ik Hamburger SV een actie heeft ingestart om de fans. 5000 fans hebben nu gezegd, we moeten hem gaan halen. FC Groningen schijnt er nu in Nederland bezig. Maar die jongen heeft geen minuut gespeeld. Toch raar? Dat lijkt me wel heel raar, ja. Dat was een leuk liedje, toch? Ja, nee, het was een hartstikke leuk liedje. Maar op basis van liedjes spelers halen? Ja, dat zou ik vreemd beleid vinden als dat de basis is. Kan ik me haast niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat Groningen hem eigenlijk kan betalen. Volgens mij is Wigan gepromoveerd naar de championship. Ja. Ik denk niet dat hij heel erg doet te wachten. Hij heeft het goed gedaan ook bij Wigan, voor mij, toch? Ja, hij is volgens mij daar topscorer geworden. Club topscorer in ieder geval. Dus ik denk niet dat hij erop zit te wachten om hem voor een habbekrat zijn FC Groningen te verkopen. Nee. Iemand die heel groot fan is van Will Grigg en het liedje ook heel goed kan zingen, is onze eigen Lars. Dit keer ging hij dus niet het liedje zingen, maar hij ging op zoek naar een Belgische vrouw om mee voor te beschouwen op de wedstrijd België tegen Wils. Ja. Aline, welkom. Thanks. Ik heb op advies van jou deze heerlijke afvliegen genomen. Yeah. Ik ga even proeven. Heerlijk, cool. Heerlijk. Ja, ja, heerlijk. Op de Rode Devils. Ja, ik vind het eigenlijk wel grappig dat iedereen zomaar vanzelf België supporter is geworden. Ja. Vind je niet hypocriet een beetje? Hoezo dan? Nou ja, goed, omdat ze dus inderdaad altijd België uitlachten van joh, jullie zijn er weer niet bij. En nu zijn ze opeens allemaal op de België bandwagon gestapt om... Ja. Ik vind het toch wel, ik persoonlijk kan het namelijk. Het is toch gewoon het belangrijkste dat EK is iets superleuks. Natuurlijk zeker. Nog meer als jouw eigen land meedoet, maar hoe meer mensen ervan kunnen genieten, hoe beter. En als je een ploeg hebt om wat supporteren. Ja, dus dat is dubbel leuk. Natuurlijk. Ja. Maar jij als Belgische, wat vond jij van het Ik ben effe Belg liedje? Heb je hem gehoord? Nee, die ken van ik Harry niet. Van Harry Vermegen? Die ken ik niet. Ken je die echt niet? Dude, zie eens. Die man is heerlijk. Je kan dit wel waarderen. Ja, maar ik moet de tekst ook horen, hè? Ja, dat is toch sympathiek? Ja, jij vindt het echt leuk. Je schaamt je niet om Belgisch te zijn als je dit ziet. Ja, maar hij is Nederlander. Ik hoef me niet te schamen. Jij moet je schamen. Ja, dat doe ik ook zeker. Ja, nee, dat doe ik ook zeker. Ik vind dit alleen maar leuk. Kijk, wij in Nederland hebben Hup Holland Hup. Uh-huh. En dat soort liedjes. Maar wat heb je nou in België? Nee, ja, we hebben vooral inzien slogans. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Of dat is een Nederlands liedje, hè? Nee.
Jawel. Echt? Waar is het feestje hier in het feestje? Het is van een Nederlandse DJ. Zitten jullie als Belgen gewoon een beetje onze muziek te gebruiken? Maar dan hebben we dan in betere versie gerecycleerd. De mannen. De mannen? Ja, in België. Ja? Ja, weet je wat het is? Oh, dat vind ik, ja. Ik moet daar iets over zeggen, want het is echt een ergernis waar ik al 2 jaar mee rondloop. Oh jee. Nou, dus nu even live, niet live, opgenomen. Hallo Nederland. Stop met die wax. Ja, dat is echt geen enkel ander land ter wereld doet dat. En het ziet er gewoon echt idioot uit. Hoeveel kans maak je ze? Vanavond? Ja, nu dat we in die helft zitten met alle underdogs, ineens veel meer dan we dachten aan het begin van de K. Dus het is eigenlijk vet spannend dat er ook echt kans is dat we het halen, die helft. Nou, jullie zijn het ook niet echt gewend, hè? Laat ons vanavond en daarna in de halve finale gewoon keihard voor België gaan. En dan mogen jullie bij de finale ook meegenieten als wij hem winnen. Nu heb ik het toch gejinxed. Ze heeft het toch gejinxed. Helene de Hanus, die had Lars gevoerd. Hanus. De Hanus. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. De Hanus. Helene, de Hanus. Oké. Okay. Ja, dat is goed. Maar er was een discussie over wat ze zei, over gel of wax. Of wax. Ja, wat bedoelt ze nou? Geen gel of geen wax? Ik denk geen wax. Dus had ze wel gel gezegd, toch? Ja, je weet niet wat wax in België is, hè? Misschien is dat hetzelfde. Ja, ik zou wel wat anders zijn. Harry Vermegen wordt geopperd in de YouTube-chat. Als het uitgeschakeld is, moeten we die dan maar hier nog een liedje laten zingen op de bank. Kees, ben je een groot fan van het liedje? Ik ben heel groot fan van Harry. Niet van het liedje. Niet te lang over hebben? Nou, misschien moeten we hem sowieso uitnodigen. Ja, dan zou je dat leuk vinden. Ze doorgaan, toch? Bij de NOS zal hem vast wel uitnodigen, misschien, als ze doorgaan. Kan hij dat liedje live doen? Het zou wel leuk zijn. Hij is Milo, hè? Ja, daar worden we wel een beetje moe van. Oké, okay, jij een goede van Harry Vermegen? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Ja, hij doet altijd van die dingen, die vindt hij dan heel erg leuk. Maar meestal heb ik niet het idee van dit is echt humor van de bovenste plank. Er zit iemand die voor mij wel regelmatig in een van zijn filmpjes heeft gezeten. Michiel? Nee, 1 keer maar. 1 keer. En toen moest je eigen liedje gaan zingen, toch? Ja. En wat dacht je toen je dat filmpje zag? Nee, want ik dacht, dat kan echt niet eigenlijk. Wat ik gedaan. Waarom deed je toen mee? Ja, hij gewoon. Is vaak bij Feyenoord, toch? Ja, hij is heel vaak bij Feyenoord. Ja. Maar ja, hij komt hier met zo'n klein kamer. Hij komt hier voor je snuffert staan. Ja, zing even een liedje. Ja, wat moet je doen dan? Ja, dan kan je moeilijk zeggen, doe eens normaal, weet je. Ja. Hoezo zou je dat niet kunnen zeggen? Ja, dat zei ik ook, maar toen bleef hij maar. Ja, doe nou even lekker 10 seconden, hè, weet je. Ja. Ja, dan doe je het maar. Ja. Ik ben nog, even bij mij nog met Leven als een Prof. Ben ik nog met hem mee geweest, ja. Dat was echt een leuke uitzending. Ja, dat kan niet. Door jou? Ja, dat kan niet Harry, nee. Nog samen bietensap gedronken in de supermarkt. Dat was wel leuk. Ja, heel leuk. Okay. Ja, dat vond ik echt vies, ja. Dat gaan wij nooit met je doen, sorry. Ja, jammer dan. Even dan weer gewoon over voetbal hebben en niet over Harry Vermegen. Je bent begonnen met de voorbereiding. Mensen willen weten of je aan basis van de eerste paar trainingen jij de nummer 9 wordt dit jaar bij Feyenoord of je concurrent Jurgensen. Nou, dat kan je nog niet in een week zien, zal ik je vertellen. Nee? Nee. En maar niet, wij kennen hem eigenlijk nog helemaal niet. In ieder geval, dat spreek ik voor mezelf. Nee, ja, ik ook niet. Kijk Kees en Pieter aan. Nee, ik ken hem ook niet. Nee. Nee. Maar wat je van hem weet, wat voor spits is het? Het is toch een concurrent voor je? Niet dat het opeens een rechtsback volgens mij is hij gehaald voor de spitspositie. Anders krijgen we geen nummer 9, denk ik. Ja, toch zomaar. Nee. Dus nou, in principe is hij de beste speler. Dus, ja, maar wat voor een type is het? Ja, en we hebben nog niet echt. Ja, we hebben wel partijen gedaan, maar ook nog niet. Ik denk dat het een beetje een combinatie is van Colin Kazim en ikzelf. Hij is een vrij stevige jongen, dus vrij sterk. En ook doorgericht, dus het is een beetje een mix van beide, denk ik zo. Ja. Maar ja, we zijn een week bezig, dus. Ja, baart het je zorgen dat ze dan iemand halen? Nee, totaal niet. Want ik denk dat het logisch is. Ik ben volgens mij, voordat hij kwam, was ik de enige spits. En daarachter zit dan Anders Artje Bar was natuurlijk ook weggegaan. Ja, nou, daarachter heb je dus een jongen vanuit de A1. Ja, wie is dat? Nigel Robetta. Okay. Groot talent of niet? Ja, zeker wel. Allemaal talentvolle jongens in de jeugd. Alleen, ja, daar wil de club er natuurlijk niet mee doen. En ja, dan hou je dus concurrentie erbij. Nou ja, dat is volgens mij niet meer dan logisch. En daar loop ik ook niet voor weg, dus... Ja, het gaat ook niet om mij, het gaat ook niet om Jurgensen, het gaat om Feyenoord dus. Nee, dat is waar. Over Feyenoord gesproken, vorig jaar in je eerste jaar een prijs gepakt, de beker. De Eredivisie was een beetje zo, denk ik, als je zo terugkijkt. Ja, sowieso, denk ik zo. Begon eigenlijk wel goed, alleen ja, ik speelde natuurlijk in het begin niet alles. Ja. Nou ja, eerste seizoen zelf goed, die staat volgens mij 2 punten achter op de nummer 1. Ja. En dan gaat het ineens godschuwelijk mis en... Heb je daar nog wel eens over nagedacht na het seizoen? Ja, tuurlijk. Dat je denkt, maar als jij nu... waar ging het mis? Ja, ik zou het niet weten, joh. Kijk, we speelden tegen PSV. Kijk, dat is een wedstrijd die je kan verliezen. Omdat het gewoon een topploeg is ook. Ja. En
Maar ja, dan verlies je ook allemaal van Zwolle uit. En thuis van Heerenveen, thuis van ADO. Ja, dat zijn ploegen waar je eigenlijk thuis zeker van moet winnen. Die verloren gewoon omdat er gewoon helemaal geen vertrouwen meer was. Nou ja, dat ging heel lang zo door tot en met Roda, volgens mij, met de beker. Ja. Totdat Dickie kwam. Ja, dat zegt iedereen, hè. Ja. Ja, zie je het zelf niet zo? Nee, denk ik. Nou, ik weet nog dat jij toen hebt gezegd, ik heb hem maar één keer gezien. Ja, hij was één keer op het trainingsveld en daarna heb ik hem eigenlijk nooit meer gezien. Althans, nooit meer gezien. Ik heb hem natuurlijk wel eens gezien op de club, maar ja, verder nooit gesproken of gezien. Het was vaak alleen maar met de technische staf. Dus, ja, misschien heeft het toch wel invloed gehad. Ja, wie weet, maar ik zou niet weten wat. Nee, over invloeden gesproken. We spraken gisteren Hakur, dat is de IJslandse EK Daily correspondent. Die zei, ik ben heel goed met de spelers van het IJslandse elftal. We gingen samen naar de middelbare school. Vandaag is het de beurt aan Sven Klaas, onze Belgische vriend. Sven, met hoeveel Belgische spelers heb jij in de klas gezeten vroeger? Nee, met niemand gelukkig. Meestal wonen we al op een zakdoek van hier, maar nee. Nee. Ben je wel heel goed met de spelers van het nationale team? Ja, ik heb met een aantal wel persoonlijke contacten, ook via de families vaak, om informatie over transfers en dergelijke toch te weten, om even te kunnen aftoetsen. Oké, het is iets minder dan 25 minuten voor de wedstrijd. We hebben net de opstelling gezien van de Belgen. Welke speler verrast jou het meest? Ja, ik denk centraal achterin uiteraard de plek van Jason De Nayer natuurlijk, die dan in strijd was met Laurent Simon om Jan Vertonghen te vervangen. Ja, heeft Mark Wilmots uitgelegd waarom hij voor De Nayer heeft gekozen? Ja, heeft sowieso. Iedereen zegt wel dat hij minder ervaring heeft, maar Europees heeft hij altijd wel zijn maaltjes gestaan, ook in de Champions League met Galatasaray en zo. Dus hij heeft misschien een mindere voorbereidingswedstrijd op het EK gespeeld, maar het is absoluut een klasse speler die ook een transfer nog probeerde af te dwingen deze zomer. Net als andere Belgen deze week. Ja, want dat is wel iets, hè? Dat de Belgen gewoon tijdens het EK gewoon kunnen dooronderhandelen over transfers. Ja, het leeft volop. Batshuayi bijna akkoord met Chelsea. Dus Benteke en Crystal Palace. Nu net nog Witzel en Everton deze voormiddag. Dus blijkbaar hebben ze wel daar de toestemming voor gekregen. Ik vind het absoluut wel zeer raar, want het is sowieso een heel belangrijke wedstrijd. Dus ik hoop dat de focus echt wel op de wedstrijd ligt vandaag. Ja, ik beproef hier iets dat je daar een beetje angst voor hebt. Dat er iets te luchtig wordt gedacht over de wedstrijd tegen Wales. Ja, dat klopt. En ook na de 4-0 overwinning tegen Hongarije. Ja, op papier leek het allemaal wel gemakkelijk. We hebben ze dan in de pan gehakt, werd er gemakkelijk geschreven. Maar Wales is sowieso een andere wedstrijd. Dus weer met een defensie waarin wat geschakeld moet worden. Ook Jordan Lukaku dan op de linksbak, die dan ook debuteert. Dus er zijn wel wat vraagtekens in de defensie uiteraard. Aanvallend loopt alles wel gestroomlijnd uiteraard. Maar ja, met Garrett Bale moet de defensie uiteraard op punt staan. Ja, wie moet hem onschadelijk maken bij de Belgen? Ja, het zat toch centraal achterin. Alderweireld natuurlijk, ook zeer bekend in Nederland. En dan vragen ze toch wel Jason De Nayer. En dan ook vanuit het middenveld dat Witzel zijn verdedigende taken zal doen uiteraard. Ja. Je klinkt niet heel positief, maar ik ga toch vragen wat gaat het worden? Dan neem ik toch wel een Belgische overwinning. Ik ga toch inzetten op een 0-1 overwinning uiteraard. We hebben dan vallen de kwaliteiten van Eden Hazard, die natuurlijk terug in Lille speelt. Dus ik verwacht er enorm veel van. Ja, 0-1, Eden Hazard noem je. Die zou, hij heeft zelf gezegd, ik ben fit. Maar hoe fit is hij, denk jij? Ja, hij is fit. Sowieso wel een aantal trainingen gepast en bij de fysio gezeten, maar is absoluut fit. Dus hij wilde absoluut spelen. Dus ik twijfel niet aan zijn ingesteldheid vanavond. Dus, duidelijk. Oké, België wint met 0-1 volgens Sven Klaas. Als hij het niet goed heeft, dan is hij morgenmiddag hier met de boot in. Dat hadden we vorige keer afgesproken. Die trekken gewoon door, toch? Prima. Ja? Sven, veel succes en plezier. Dankjewel. Fijne avond. Over de boot in gesproken. Zullen we er even naar gaan kijken, Michiel? Ja, doe maar. Ja? De boot in met Michiel Kramer. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Boot In. Hartje Amsterdam met de spits van Rotterdam. Michiel Kramer. Ja. Leuk. Was ook niet zo druk op de weg, dat scheelt ook weer. Dus dat, Je was ruim op tijd, de weg lag open. Ja, was mooi, dus dat scheelt. Maar we gaan... Ik vernam dat je wat afleveringen hebt gezien. Dus, ik heb wat gezien, ja. Hoe schat je je eigen kwaliteit in? Hoe schat ik mijn eigen kwaliteit in? Ik mag hopen dat ik hem één keer raak, toch? Daar ga ik wel een beetje vanuit, ja. Vind ik een mooi streven.
Leg je hem op 10, 20 of 30 meter? 20 meter. 20 meter. Gaan we die jongens wegsturen. Die ene is alvast binnen. Ja, die ene heb ik binnen. Ja, dat is een mooi begin. 20, de koploper heeft 90. Dus in principe moet je wel wat gaan doen als je de koppositie wil. Dan moet ik naar 30 meter eigenlijk gaan. Hè? Ga je dat doen? Gaan we naar 30, ja. Gaan we naar 30. Dat is al 50. Dat is 50, ja. De laatste is een verdubbelaar. Dus, Als ik hem raak, dan wordt 60, oké. Okay. Dan ben je er. Nou, dan gaan we proberen. Toch? Beetje extra druk. Zonde van die laatste. Ja, ging, die boot ging niet snel genoeg naar rechts, zeg maar. Dus dat, Ik kan niet anders dan complimenten geven. Oh wel? Maar, ja. Nou, dankjewel. Dankjewel. Mooi. Dankjewel voor het meedoen, Michiel. Ja, graag gedaan, man. Waar ben je nou meer blij? Met die 50 punten of de complimenten van de grote Jordi Amali? Van de complimenten van Jordi Amali. Ja? Wat denk je zelf? Ja, er worden mensen gevraagd. Oh, we hebben hier natuurlijk even de tussenstand. Een zevende plek. Wel een mooi rijtje staat je trouwens. Lars Veldwijk en Andy van der Meijden. Oh, niet gek. Nee. Kees, in ieder geval een rijtje waar je prima... Waar staat Rizon? Die schoot met zijn jas aan, zag ik. Ook ja, Jean-Paul Rizon die heeft een aparte traptechniek en ook aparte kledingswijze. Die staat op 0 punten. Oh ja, prima. Net onder Bas Nijhuis en Amin Younes. Bas Nijhuis. Dus, ik krijg een vraagje. Diana Kuip staat hier nog op 0 punten. Klopt dat? Niet helemaal, toch? Ik heb begrepen dat... Diana, als je zit te kijken. En Diana is een trouw kijker. Jordi Amali, de grote showmaster, heeft het hardhandig tegengehouden dat jij punten kreeg. Dus niet boos worden op mij, maar stuur een berichtje naar Jordi Amali. Er schijnt nog een persoonlijke vete te zijn tussen die twee. Ja, hoe was het eigenlijk, Pieter? Jij hebt 0 punten. Jij was heel dichtbij. Dat ja, een paar wel. Keer. Ja, misschien moeten we daar ook de beelden van gaan terugkijken. En dan zeggen dat hij wel misschien mezelf bijgekund. Ja, we hebben het aan iedereen aangeboden die op 0 punten staat om nog een keer langs te komen met een eigen boot. Voor mij woon jij in Nijmegen? Ja. Dus hoe ver is dat varen vanuit Nijmegen? Ver. Ik denk niet dat ik een eigen boot ga regelen. Ik denk die 90 punten ga ik niet halen, dus dan heeft niet zoveel zin allemaal. En Kees Kwakman, ja, mensen willen toch weten. Hoe staat het ervoor met de heen en weer? Ja, ik heb er nog eens over nagedacht. Oh, kijk. En, maar jij zou elke dag een hint geven, weet ja, je dat nog? Ja, maar ik heb er toch nog eens dieper over nagedacht. Ik sta natuurlijk met die EK-pool bovenaan. En ik, met dat voetvolley ben ik natuurlijk nog ongeslagen. Ja, ik denk als ik dan nou ook direct hier misschien bovenaan... Die voetvolley, heb je niet ooit een wedstrijdje verloren? Een wedstrijdje niet, nee. Nee? Nee, dat weet je heel goed. Ja, dan sta ik hier direct ook bovenaan. Ja, weet je, dan word ik straks ook niet meer uitgenodigd. En ik minder, gun ik het ook wel, moet ik eerlijk zeggen. Was een goede gozer. Ja. En zo midden zo boven Ajax Feyenoord hier. Jordi moet ook nog trappen, hè? Ja, jij ook nog. Ja, ik ook. Maar eerst even over Jordi hebben. Hoeveel punten schat je hem in? Hier zo een beetje. Hier zo een beetje. Ja, en jij ook. Oké. Nou, dank je. Dat was die volgende vraag, toch? Nee, daar gaan we het helemaal niet over hebben. We gaan het hebben over voorspellen. Pieter, hoe goed ben je in de wedstrijden voorspellen? Niet extreem goed of zo. Wie schakel je daar meestal voor in? Als je hulp nodig hebt? Voor voorspellingen? Ja. Nou, als ik hulp nodig heb, dan gebruik ik meestal een of ander statistisch modelletje of zo die dan de kansen inschaalt. Okay. Of, nou, of een geit. Ja, want ik wil net zeggen, Pieter heeft een statistisch model en wij hebben een geit, Adel. Oké, vandaag is het tijd voor de tweede kwartfinale. Wales tegen België. En Jordi staat weer bij zijn favoriete... Adel is niet te houden. Nee, is niet te houden. Nee. Die is heel... Ik ben heel benieuwd waar Adel voor gaat kiezen. Wat denk jij, Jordi? Niet voor de Belgen. Kom op, Adel. Dit gaat een stuk beter dan bij de eerste kwartfinale. Ja, Wales. Ze gaat voor Bill. Ja. Dit is toch wel een verrassing, of niet, Steve? Ja, dat vind ik ook. Maar ze kiest wel vaak voor de underdog. Merk ik. Vind ik ook leuk. Ja. Nou ja, dat is jammer voor België, maar... Ik heb wel het idee dat als je je voorkeur aan die kant legt, dat... Denk je? Ja, we gaan het meemaken met de volgende kwartfinale. Ja, is mooi. Wij hebben ook nog heel veel vertrouwen in Adel. En dat geldt eigenlijk ook voor Rijn van Schepen. Want die zei, ja, het was een saaie wedstrijd. En het gelijkspel klopt eigenlijk wel. Dan kun je de geit het vergeven dat ze de penalty-serie verkeerd interpreteert. Zo is het, Rijn. We hebben gewoon hartstikke veel vertrouwen in Adel. Ja?
Wauw. Zo gaal slecht, toch? Wat is het ook weer? Gaal slecht, ja. Zo gaal slecht. Als je trouwens geld inzet op Wils vanavond bij Dota, 4.64 de quotering voor Wils. Wel aardige. Ja. Zit jij wel eens in op wedstrijden? Nee. Oh, jullie mogen niet, of wel? Mogen jullie wel? Je mag wel van mij, of dan mag het helemaal niet. Als spelers mag je helemaal niet inzetten. Nee. Oké. Okay. Dat is goed om te weten. Aangezien niet iedereen, denk ik, zich daar aan houdt. Nee, niet dan. Oh nee, Kees niet. Kees heeft er helemaal niks. Mensen in de YouTube-chat willen weten wat de mannen vinden van transfer van Zlatan naar Manchester United. Ja, leuk. Leuk. Ja. Niet goed of slecht, maar leuk. Nou ja, goed. Ik neem aan dat Zlatan, hij wordt overal kampioen waar hij is. Dus, maar leuk dat hij in Engeland gaat spelen. Heeft hij nog niet gespeeld. Dus daar kijk ik naar uit. En weer een beetje swing bij Manchester. Een beetje een persoonlijkheid. Want dat was natuurlijk een heel saai zootje daar. Dat beloof ik. Pieter? Ja, ik heb ook wel zin in. Of goed of slecht? Nou ja, kijk, ik denk dat je nooit slecht doet als je Zlatan Ibrahimovic transfer vrij binnenhaalt. Ik bedoel, ja, dat hadden we denk ik... 34 van mij al wel, toch? Nee, ja, tuurlijk. Maar ik denk niet dat Mourinho daar een lange termijn plan heeft uitgestippeld. Dat hij denkt, ga je 10 jaar blijven en die club groot maken. Die wil natuurlijk vooral zo snel mogelijk kampioen worden. Nou, dat wordt denk ik een heel interessant seizoen met Manchester United. Michiel? Ja, leuk man. Nee, vind je het verstandig? Ja, waarom niet? In de laatste 9 seizoenen is hij maar 8 keer kampioen geworden bij met zijn ploeg. 1 keer tweede geworden. Nee, dat is toch natuurlijk wel een persoonlijkheid op zich. Wat wil je? Als je hem binnenhaalt, dan krijg je natuurlijk wel bepaald verwachtingspatroon ook, denk ik. Dus of je het er goed aan doet, dat lijkt me wel, ja. Okay, andere spelers natuurlijk zich eraan optrekken. Dat ze toch... Ja, dat haalt wel iemand binnen natuurlijk. Ja, haalt toch wel druk weg bij andere spelers, denk ik zo, als hij binnenkomt. Zlatan naar Manchester United wordt gevraagd. Michiel, zie jij Feyenoord als je top of denk je hier nog een stap te kunnen zetten? Weet ik niet. Kijk, op het moment dat je bij Feyenoord 20 doelpunten maakt, ja, dan kun je misschien ook nog een stapje maken. Dus ja, laat ik eerst maar gewoon goed spelen. Je bent iemand die ik ken die vrij realistisch is over zijn eigen kunnen. Zie jij jezelf de komende seizoen 20 doelpunten maken bij Feyenoord? Ja, dat kan ik wel, ja. Ja? Ja. En dan wel de stap gaan zetten? Kijk, als het mogelijk daar is om een stap te maken, ja, waarom zou ik het dan niet doen? Maar wat zie je als een stap? Wat zou je, als jij gewoon je toekomstbeeld ziet, Feyenoord, prachtige club, maar als je dan toch nog een keer een stap mag zo mogen zetten, waar zou je heen willen? Ja, maar dit, weet je, dat kan ik wel zeggen. Ja, vind ik wel. Ik denk dat ik het eerst moet laten zien. Ik heb vorig jaar natuurlijk al het nodige laten zien, maar ja, ik denk dat ik ook nog beter kan en dat ik nog meer goals kan maken dan vorig jaar. En, ja, daar ben ik van overtuigd, dus ik weet wat ik kan. En als ik dat doe, dan kan er misschien nog wel wat moois komen. Maar ja, ik zie het eerst dit jaar wel en dan zien we het wel. Ja, ooit over Feyenoord en Michiel Kramer een artikel schreef eigenlijk met Catenaccio, of niet? Nee, volgens mij niet. Nee. Nee? Nee. Ligt dat wel in de planning voor de komende maanden? Het ligt nog niet in de planning, maar wat ik wel altijd afvraag... Je hebt soms weinig balcontact, zeg maar dat je weinig betrokken bent in die wedstrijd. Ja. Is dat dan afgesproken of is dat meer dat je de bal niet krijgt terwijl je hem eigenlijk wel wil? Nee, het is denk ik een combinatie van. Eigenlijk ben ik niet zo heel veel veranderd. En ik heb eigenlijk altijd hetzelfde gedaan. Alleen ja, bij de ene ploeg speel je wat meer verder van de 16 dan bij de andere. En, ja, bij Den Haag was het wat meer van de 16, maar ja, krijg je ook, als jij een kans krijgt als spits zijnde, dan was het vaak wel een goal. En bij Feyenoord niet altijd, maar ik hoop wel dat ik wat meer scoringskansen kan krijgen dit seizoen. Want dat zou het wel wat makkelijker maken. Maar jou viel dat op, Pieter, dat hij weinig contact had? Ja, en dat hij niet. Hè? Iedereen heeft er wel wat over. Iedereen heeft er inderdaad altijd over. Maar ik vind ook niet dat het per se slecht hoeft te zijn. Ik weet dat bedoel ik meer. Ja. Ja, bijvoorbeeld die wedstrijd Nederland-Duitsland op de EK 2012. Dat die Mario Gomez, geloof ik, is misschien een beetje hetzelfde soort type spits. Die had toen geloof ik ook 9 balcontacten. Ja, die ramt er 2 in. Ja, ik bedoel, als je andere spelers hebt die dat meevoetballende gedeelte kunnen doen, dan hoeft de spits voor mij ook niet altijd mee te voetballen. Nee. Ben je het daarmee eens, Kees? Ja, want misschien Feyenoord zal via... Met Kasdorp hebben ze op rechts natuurlijk iemand die vaak doorkomt en de voorzet dan zoekt. En op links heb je meestal Elia die de actie maakt. Misschien wordt er van Michiel ook wel helemaal niet zo verlangd dat hij zich zo met het spel bemoeit. En ik denk ook dat die medespelers moeten hem ook wat meer zoeken, denk ik. Want Michiel kan veel beter voetballen dan menigeen denkt. En ook wat hij net zelf wel eens zegt, ook wel eens wat opportunistischer. Wat ze met onderpellen eigenlijk deden, dat kan bij Michiel ook. Ze die ballen gewoon sneller en dan er omheen gaan bewegen. Gewoon wat opportunistischer, dan wint hij zijn duels daar denk ik wel. Ja, Koeman koos daar destijds bewust voor en Giovanni van Bronckhorst duidelijk niet.
Nou, hoeft niet per se, maar het is wel een mogelijkheid. Feyenoord heeft ook wedstrijden gehad, denk ik, zoals ADO thuis. En dat ze eindeloos tikken en wachten en niks creëren. Ja, dan moet je op een gegeven moment ook ergens op iets anders overstappen. En als je dan Michiel voorin hebt, dan kan je dat uitstekend doen, denk ik. Ja. Zullen we gaan naar jouw favoriete onderdeel van het programma? Anne. Ja. Nee? Anne, zeker. Met een simpel EK-delenquiz. Hoi, ik ben Anne en welkom bij de Simpel EK Daily Quiz. We gaan eerst even kijken naar wie er gisteren gewonnen heeft. En dan zijn we nu bij de vraag van vandaag. Welk land is dit EK uniek in het feit dat geen enkele speler uit de selectie voor een ander land zou kunnen uitkomen? Weet jij het antwoord? Laat het ons dan weten via Twitter met de hashtag EKDaily. Of stuur een mailtje naar quiz@ekdaily.tv en maak kans op zo'n super tof voetbalculture shirt. Heel veel succes en tot morgen. Relaxte vraag, makkelijke vraag voor mensen met voetbalverstand. Ja, wat was de vraag? Ik heb het niet gehoord. Ja, het is elke keer hetzelfde, maar ja. Sorry, Anne. Ja, nee, bied je maar je excuus aan. Ja, kan je hem straks op Twitter en Facebook kan je de vragen terugkijken. Oké. Okay. Jij weet hem ook niet meer waarschijnlijk. Ik weet hem zeker. Oké. Okay. Ik weet zelfs... Ook gewoon het antwoord. Ik denk dat ik het antwoord weet. Ja. Staat op zijn laptop. Nee, het staat hier niet op mijn laptop. Nee, wat een weinig vertrouwen zegt Kees in mij. Jeetje man. Laat het hebben over de wedstrijd van vanavond. België-Wales. Voorspellingen. Michiel? Gewoon beginnen bij mij ook. Lekker. Ik zie die andere twee alsjeblieft niet bij mij beginnen. België-Wales. Dat is Wils-België. Ja, ik wou dat zeggen. Dat zit je al verkeerd, hè? Lekker. 0-2. Ja, ik noemde net dezelfde uitslag toen Kees me om een voorspelling vroeg. Hij ging niet mee, maar ik heb inderdaad ook een 0-2. Ja, ik zei 1-2. Als Azani mee zou doen 1-1, had ik gezegd, maar die doet wel mee. En ik denk wel dat Wils gaat scoren. Oké. Okay. Hoe dan? 1-2. En het is altijd leuk om te weten, jullie hebben net je voorspelling gedaan, maar dat kan nog veranderen. Want ja, Andy heeft natuurlijk zeker weer zijn huiswerk gedaan. In ieder geval ook een hele grote glimlach. Dag Andy. Goedenavond. Wat zie je er netjes uit? Ga je afdansen? Ja, ik ga wel een beetje dansen vanavond, ja. Oh, waar ga je dansen? Ja, ik ga met mevrouw deze keer. Oh, leuk. Hey Andy, je hebt je huiswerk gedaan. Ja, zeker. Vertel. Nou, er zijn België eerder gespeeld, hè? Een kwalificatiewedstrijden. Ja. Dat wist je al? Jazeker. De uitslagen waren? 1-0 en 1-1. Heel goed, goed. Of was mij 0-0, maar ik weet niet, dat ook. Maar 12 keer eerder gespeeld en de verhoudingen zijn niet echt heel erg groot. Zeg maar, hoe vaak België heeft gewonnen volgens jou, Neil? Ik mag één hulplijn inschakelen, toch? Sorry? Ik mag één hulplijn inschakelen. Ja, ja. Michiel? Ja, ga je dat bij mij vragen ook? Godverdomme. Hey. Precies de goeie. Bij Kees zijn. Nee, ik vraag het aan Pieter. Ja. Van die 12 keer? Hoe vaak? Nou ja, 4 of 5 gewonnen? Ja, ik zou 5 of 4 zeggen. Hij zegt 4 of 5. Laten we het 5 noemen. Ja, klopt. 5 keer. Echt? Ja. Nou, je lekker zeg. 5 keer en Wils 4 keer. En 3 keer gelijk. Oké, 3 keer gelijk. Ja, dat is meestal, hè? Verrassend. Als er 1-5-1 gewonnen, die andere 4. Ja, maar jij kan niet zo goed tellen, hè? Want op die factuur stond ook eigenlijk wel een nulletje tekort, dus. Maar goed, heb je verder voor de rest nog mooie info? Ja, Kevin De Bruyne, hè, die heeft de laatste wedstrijd tegen Wales gescoord. Dat werd 1-1 toen in 2013. Hij is bij de laatste 12 doelpunten is die aanwezig geweest, assisten en goals. Dus die doet het heel goed. Dus die moeten we in de gaten houden. Maar betekent dat hij bij de laatste 12 doelpunten een bepaalde rol heeft gehad? Ja. Okay. Dat klopt, Neil. Dat klopt dus niet. Maar... Dat klopt dus niet, zegt Kees Kwakman. Nee? Nee. Nee, die tweede goal van Batshuayi, dat was toch een individuele actie van Hazard. En die gaf hem daarna voor. Ja, maar hij kwam toch van dingen, van De Bruyne? Nee, dat was toch een afgeslagen corner of iets? Of. Nee. Dan moet je even kijken, Kwakman. Want die paling was wel heel lekker. Betrokken bij een goal. Dat is lekker betrokken bij een goal. Oké, een beetje naast, je hebt gelijk. Dat brengt geen paling meer mee. Was de paling lekker? Oh, mijn vrouw, jongen. Die had eigenlijk je mond dicht. Wat zei die? Geen idee, haper het even. De vrouw had eigenlijk de mond dicht. Ze is er niet zeker. Nee, hij is alleen thuis. Hij heeft nu weer een grote waffel. Hey Andy, wat hebben we voor vanavond? Wils, België, jouw voorspelling?
Ik denk dat België doorgaat. Ik denk in de laatste wedstrijd hebben ze zoveel vertrouwen gekweekt. En die Hazard die is on fire. Hè? Dus ik denk dat, België doorgaat. Met hoeveel? Ik denk 1-2. 1-2, oké. Okay. Nou, we gaan het meemaken. En die zit morgenavond gezellig hier op de bank. In je Italië shirtje? Ja. Haal jij hem? ik regel alles voor je, dat weet je toch? Ik wil even dat met die camera vragen. Ja, zeg maar. Waar die een keer bij mij in de auto komt. Ja, je zit al mijn gasten weg te halen hier, Eddie. Ja, dat vind ik mooi, jongens. Zulke mannen daar houdt van. Om scheid te hebben en zo mooi als Michiel wat, waar het op staat. Dat vind ik wel mooi. Gezellig, man. Ja, zeg maar wanneer. Top, gaan we doen. Ik pak wel even je nummer van Niel weer. Dat is goed, man. Niel, geef al die nummers door. Al die nummers gaan rechtstreeks naar Eddie van de Meijden, ja. Goed, Andy. Veel plezier met afdansen straks en ik zie je morgen. Ja. Super. Fijne avond nog. Yo. Hoi, hoi. Goos is ook elke keer. Wil je wat drinken? Nee. Ik wil graag even de voorspelling zien van de Daily Crew. Kijk eens! Jordi Amali! Die goos heeft echt... Jij bent winst na verlenging, ja? Ja. Wils wint. Ja. Oh, oké. Okay. Ik hoop dat Jordi gelijk krijgt. Ja, het zou een fantastische wedstrijd zijn. Nou, laten we het alsjeblieft hebben, alsjeblieft hopen dat Adel het goed heeft, want anders hebben we wel een probleem met die geit. Ja, dan kan dat item echt de prullenbak in, helaas. Ja, dan moet nu nog niet. Nu nog niet. Ze krijgt nog een kans. Nee, ze krijgt een kans. Ze zat gisteren... zeggen dat die niet aanwijst, dat die altijd wint. Dan heeft Jordi het verkeerd geïnterpreteerd al de tijd. Ja, maar Jordi verstaat sowieso geiten niet, over het algemeen niet heel goed. Maar goed, nou, we gaan het meemaken. Ik ben benieuwd. Kees, ja. Dankjewel. Nou, graag gedaan. Morgen voetballen. Ja, leuk. Mag je heen, man? Oefenwedstrijd. Ja, leuk. Beetje lekker dichtbij. Gaan het Italiaanse systeem spelen. Ja, die mensen van Bennekom zitten te kijken, Pieter. Te kijken, jongen. Al die Jupiler League trainers. Maar wat gaan jullie spelen morgen? Nee, we gaan wat dingetjes uitproberen in dat 3-5-2 systeem. Dankjewel, Pieter Zwart. Net hoe je het interpreteert. Weet je, en welke rol krijg jij dan? Ik krijg de Rossi-rol. En dan sta je morgen tegenover oud teamgenoot. Matthew Amoa. We moeten tegen Halster een hoofdklasse en die staat daar in de spits. Zijn jullie nog kaarten vragen, mensen? Nou, dat moeten ze snel zijn. Oké. Okay. Ja. Okay, hoe laat is de aftrap? Half drie, mooi. Je bent er, even kijken, zondag weer, hè? Ja. Als je Halster eruit tenminste overleeft. Ja, dat is de vraag. Trainingskamp of strafkamp daarna van Robin Mona. Pieter, dankjewel voor je komst. Hopelijk zien we je nog. Ja, misschien. Een beetje drukke schema met Catenaccio en VI. Ja. Gaan we proberen. Ja. Michiel, dankjewel. Wanneer jouw eerste oefenwedstrijd? Morgen ook. Tegen? Driel. Iets van je ergens kennen. Ja, maak het uit. Ja. Oké, elk nieuw systeem proberen? Nee, lijkt me niet. Maar 45 minuutjes neem ik aan, toch? 45 minuten, ja. Eerste wedstrijd. Oké, heel veel succes in ieder geval. Dank voor je komst. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. We zien de opstellingen. Of we zien de opstellingen. We zien de spelers het veld oplopen. Die staan al klaar voor de volgende. Je ziet een shirt van Wils. Nieuw. Ja, we zagen ze toch net naast elkaar staan? Nu staan ze naast elkaar. Ja, dat is dan net nog niet. Is het volkslied van Wils. Mooi moment om eruit te gaan. Morgen om 8 uur zijn we weer. Graag. Tot dan. Heb je een mens in de helft? Jordi Amali.